Ja, 0-3. Dat is een nederlaag die jullie niet kunnen gebruiken. Nee. Die kunnen we inderdaad niet gebruiken. Ik had gehoopt op in ieder geval ook deze wedstrijd de winnend af te sluiten. En alles wat we thuis spelen, in ieder geval de 3 punten hier te houden. Alleen ja, het liep anders. Maar ik denk dat we de jongens veel meer bezig zijn met maandag dan eigenlijk vandaag. Dus dat komt ons eigenlijk helemaal niet goed uit, verhaal van de beker. Ja, op maandag moeten jullie 2 keer 5 minuten gaan spelen tegen FC Kaardenhommel hier. Om uiteindelijk weer een poging te wagen om die finale te bereiken van het bekertoernooi. Ja, dat klopt, inderdaad. Maar ja, zo speelden ook de jongens. Die wilden geen kaarten halen natuurlijk voor de volgende wedstrijd. Ze wilden geen blessures oplopen. Daar gaan ze toch niet vol in. Dus niet geen 100% beleven, geen 100% bezieling. Ja, ze spelen allemaal voorzichtig. Maar ja, dat zie je ook in de wedstrijd terug. Creëren weinig kansen. En als we kansen creëren voor het doel, ja, dan wordt het ook niet afgemaakt. Dus ja, ze zijn veel te veel bezig met maandag. Ja, want die bekerwedstrijd, die wedstrijd om die finale te halen van de Nederlandse beker, is uiteindelijk de weg naar succes voor jullie, want in de competitie kan het niet meer. Nee, in de competitie inderdaad staan we te veel op achterstand. Dus kunnen we ook al winnen alle wedstrijden, dan komen we toch nog op de 5e of 6e plek. Dat is uiteindelijk ook onze doelstelling hoor. Maar goed, de beker is eindelijk de enige overgebleven succes die we kunnen halen. Een tegenvaller is wellicht de blessure van Pablo Blanco. Hij viel uit, een enkel blessure leek het. Hoe is het met hem? Nou, het valt wel mee. Alleen we hebben geen risico. Dus we hebben hem even gespaard. Dus dat hij maandag weer klaar staat. Dus we gaan hem even behandelen en kijken hoe het... Maar het ziet er goed uit. Ja, want het was meteen al een geruststelling in de kleedkamer. Ja, uit voorzorg. Hij is alleen aan het eisen en behandeld. Dus ik denk dat hij maandag wel beschikbaar is. Ja, eigenlijk wel een gekke wedstrijd, hè? Zo'n zaterdagavond als nu. Dat je toch zo'n competitiewedstrijd moet spelen met heel kort erop die maandagavond in het vooruitzicht. Ja, weinig rust. Het Hommel heeft 1 dag voordeel, want die hebben gisteren gespeeld. Dus die konden vandaag helemaal uitrusten. Dus onze herstelmoment is kort. Ja, maar dat weten we. Dus alle voordelen die we toen hadden in de beker, zijn nu allemaal vervlogen. Dankzij de KNVB. Ja, het is een gekke gewaarwording, denk ik. 2 keer 5 minuten, hoop je op veel publiek. Want dat hebben jullie wellicht nodig, hè, aankomende maandag. Ja. Maar ja, voor 5 minuten, ik weet het niet. Voor 5 minuten of je naar de sporthal komt op maandagavond 8:30. Dat weet ik niet. Het worden wel 2 keer 5 hele belangrijke minuten. Ja, inderdaad, het worden wel 2 keer 5 belangrijke. Nou ja, de jongens zijn erop gefocust, dus ik hoop dat het goed komt. Dus ik ga ervan uit dat het ook maandag goed komt.